vraag nu. Kom je erbij zitten, Louis? Van Uelen. Lekker chaotisch, hè? Heerlijk. Ja, ik ben niet anders gewend van jou, Rob. Ja, hè? Dat wordt leuk. Er is een. Ja. Je bent pas eerder gast geweest in de Vensterbank toen nog. Ja. En waar ging het toen over? Over het project van Jules Deelder en mij, Totaal Los. Een CD-boek. Ja. Een album met artwork en poëzie. Ja, want jij bent zelf bezig met artwork ook, hè? Ja. Onder andere. En gewoon muziek maken, componeren, opnemen. En daar ook je draai in vinden. Dat je daar een eigen sound mee hebt. Een hele unieke richting ga je uit. En nu is net uit de Matchbooks. Box. Ja, maar waarom staat daar met dubbel O? Matchbooks. Ja, Books. Misschien staat dat mooier. Dat heeft Emmanuel van Leeuwen. Dat is de uitgever die heeft het bepaald. Dit is niet mijn naam. Maar je zegt Matchbox. Nee, Matchbooks. Ja, maar dat je hebt zei een Matchbooks. Ik zei Matchbooks, hoor. Maar want normaal heb je dat boekje in een klein boxje. Maar dit zijn er vier in plaats van één. Ja, daarom zijn dat Matchbooks. Precies, ja. Dus het is Matchbox. Maar dit is. Maar wat erin zit, dat is. Het is zo leuk. Het is zo. Hmm. Kijk, dan maak je het open en dan krijg je dit. Zo, zie je? Dat is leuk. Bij de normale televisie, dan hebben de presentatoren nooit geduld. En als ze het dan net scherp hebben, dan is het alweer weg. Maar ik heb wel geduld, zie je? Dus nou heeft hij het scherp. Je moet iemand de tijd gunnen. Kijk, en dan komt dus zo'n lucifer-doosje er ook uit. Matchbooks.com. Oh, dat is ook de website. Ja, dat is de website van Matchbooks. Ja, nee, maar weet je wat is... Toen ik dat zag, ik viel daar meteen voor. Ik vond dat zo mooi. Ik ken het al een hele lange tijd. En Emmanuel van Leeuwen, die benaderde mij een keer. Die had mij gezien op tv bij de Wereld Draait Door. En een ander project nog. En hij zei van, ja, volgens mij past die stijl wel in wat jij ook doet. En toen zei ik, ja, dat wil ik ook wel doen. Ja, dus, want dit is al, dit is een idee van hem zelf. Ja, het concept is van hem. Concept. En wat je nu ziet, is een idee van ons. Dat het nou eens een keer gewoon een box wordt in plaats van één individueel lucifer doosje. Ja. Maar wat erin zit is veel leuker dan eigenlijk alleen wat je ziet. Want je hebt echt een strook die uit, en dan klap maar uit. En dan... Dan heb je heel, in dit geval een landschap met een mooi gedicht. En dat is wel een apart verhaal ook, dit. Want wat is het aparte verhaal dan? Nou, Gerrit en ik waren bezig met een samenwerking om dit te realiseren. En dit is het laatste project geweest voor zijn overlijden. Gerrit Komrij. Ja. En ik heb geprobeerd om het zo mooi mogelijk ook te maken. Ook door zijn handschrift te gebruiken. Oh, het is zijn eigen handschrift? Het is zijn eigen handschrift. En ik vroeg eerst aan hem van, goh joh, wil je misschien een keer echt iets speciaals schrijven voor Matchbooks? Echt een nieuw gedicht. Toen zei hij van, nou, denk eens aan Alles Blijft. En dat is een gedicht wat al een tijd terug is van hem. Maar daar had hij heel erg veel mee. En ik dus ook. Maar ik denk dat hij daar heel tevreden over geweest zou zijn. Het ziet er echt prachtig uit. Ook allemaal in mooie doosjes. En heb je ook van Jules Deelder, Roadtown Magic. Ja. En Remco Kampert, Poes is dood. Charlotte Mutsaert, ook zo'n fijne vrouw. Nou, ik vind het is een prachtige box. En waar kunnen mensen het aanvaarden als ze ineens de neiging krijgen? Ze zien het in alle bookshops die je gewoon, waar je komt als consument. Je kan het bestellen bij Matchbooks, je kan het bestellen bij mij. Je kan het op bol.com. Nou, bedankt. Heel veel succes. Graag gedaan. Daarmee.